Hallo, lieve jij. Welkom op mijn wekelijkse videoboodschap. En ja, als deze boodschappen je aanspreken, dan nodig ik je ook uit om je te abonneren. En ja, om mij ook te helpen om deze boodschappen mogelijk te maken, kun je ook een donatie overmaken. Ik zal in deze video iets over mezelf gaan delen. Ik ben Robert, ik ben geestelijk coach. En ja, ik voel me ook geroepen om mensen te helpen, om mensen te helpen geestelijk te groeien, om mensen te helpen in verbinding met God te komen. Ik heb zelf een hele lange weg afgelegd. Ik ben 7 jaar voorganger geweest, toen in een burn-out terechtgekomen. Ik ben erachter gekomen dat ik hooggevoelig ben. Ik heb dat heel lang niet geweten, omdat ja, God me ook gezegend heeft met een goed verstand. En zoals veel gevoelige mensen, ben ook ik heel erg in mijn hoofd gaan zitten. En dat is voor een lange tijd mijn manier geweest om te overleven. Om ja, met al die prikkels om te gaan, om maar niet te hoeven voelen, om maar niet met mijn hart, met mijn ziel te verbinden, met mijn gevoelens te hoeven omgaan, ben ik heel erg in mijn hoofd gaan zitten. Maar daarin ben ik ook heel erg vastgelopen. En daar wil ik zo meteen iets over delen. De weg van mijn hoofd naar mijn hart, maar het is eigenlijk ook de weg van eenzaamheid, angst voor afwijzing en niet bijhoren, naar diepe verbinding met God, met jezelf en je omgeving. Ik wil graag beginnen met gebed en van daaruit wil ik dat delen wat God me op het hart heeft gelegd. Hemelse Vader, ik u danken dat u ons geroepen heeft voor gemeenschap met u, Heer, met alles om ons heen. Heer, we zijn geroepen om het pad van liefde te wandelen. Heer, vanuit ons hart. Heer, om ons ja, opgenomen te voelen in een liefdevolle gemeenschap. Een hemelse gemeenschap, wat we hier op aarde ook ja, manifest mogen maken. Door, ja, door ons leven heen. En ik wil u danken, Jezus, dat u ons heeft voorgeleefd hoe dat mag. En dat u ons ook helpt om ja, vanuit die liefde te gaan leven. Heer, wilt u mij helpen om de woorden vanuit mijn hart te spreken. Heer, de woorden die waarachtig, die echt zijn, die mensen ook gaan helpen om hun weg terug te vinden naar hoe het leven bedoeld is om te leven vanuit verbinding, vanuit de innerlijke bron van liefde. Heer, en u bent liefde. U bent liefde. Dat is uw goddelijke essentie. Heer, wilt u zo door mijn boodschap heen spreken? Wilt u mij inspireren door uw Heilige Geest in Jezus' naam? Amen. Als jongen ja, ben ik altijd al anders geweest. Ik heb me anders gevoeld. Ik voelde niet echt goed aansluiting. Ik voelde me niet echt eenzaam. Maar ik had ook niet echt aansluiting. Ik was toen al hooggevoelig, maar dat wist ik toen niet. Hè? Maar ik wist wel, ja, ik geef niet zo om voetballen, echte jongensdingen. Dat was niet echt mijn ding. Ik kon ook niet aansluiting vinden met meisjes, want ik kom echt uit een jongensgezin. En dat was ik ook niet gewend om met meiden om te gaan. Dus ik had, ja, ik creëerde gewoon mijn eigen wereldje. Ik was graag in de natuur. Ik had in mijn eigen slaapkamer stond vol met planten. Daar voelde ik me fijn bij om met de natuur bezig te zijn. En trouwens nu nog steeds. Ik heb een eigen praktijk, een praktijkruimte. Ik werk als zelfstandige, waarin ik ja, mijn eigen praktijk heb vormgegeven zoals het bij mij past. Dat is niet altijd zo geweest. Dat is ook een hele weg geweest. En ik denk dat ik daar ook zo nog wat over ga delen. Maar in ieder geval, mijn praktijkruimte staat ook vol met planten. Dat past bij mij. Dat hoort bij mij. Daar voel ik me prettig bij. En ik heb moeten leren om ruimte te geven, te mogen geven aan de Robert die ik ben. Want dat heb ik niet altijd gedaan. Ik heb lang geleefd in een valkuil om met het idee, ik ben hier op aarde om, ja, ik was als jongen al gelovig, als tiener heb ik me echt toegewijd naar God toe. En van daaruit had ik een diep verlangen, ik ben hier om God te dienen. Ik ben hier om God te dienen, ik ben hier om mensen te dienen. En daar heb ik me heel erg voor ingezet, daar ja, vanuit dat verlangen wat op zich goed is, ben ik uiteindelijk voorganger geworden. Maar, er zit een maar. En dat zie ik pas achteraf. Ik heb heel erg gediend vanuit mijn hoofd. Niet vanuit de Robert die ik ben, maar vanuit een missie. Omdat ik voelde, als ik dat doe, dan krijgt mijn leven betekenis. Want ik moet voor God werken, liefst fulltime. Want in mijn mind had ik het idee, als ik dat doe, dan krijgt mijn leven betekenis. Dan krijgt mijn leven inhoud. Dan
krijgt mijn leven zin als ik mensen bij Jezus mag brengen, als ik mensen mag helpen, als ik doe wat God van mij vraagt. Dan kan ik mezelf recht in de ogen kijken, dan voel ik me geliefd, dan voel ik me waardevol en kostbaar. En dat klinkt allemaal heel mooi, klinkt allemaal heel vroom, maar er zit een maar aan. Het was heel erg vanuit mijn mind en het was dus heel erg extern gericht. En daar zit de grote valkuil. Ik was zo gericht op resultaat. Ik moest mensen helpen, ik moest God dienen, ik moest mezelf bewijzen. En zolang het goed ging, dus zolang ik merkte dat mensen tot geloof kwamen, ik was uiteindelijk voorganger en ik heb de prachtige dingen ingezien en toen voelde ik me bevestigd in mijn waarde, want het lukte. Ik mocht doen wat ik als droom heb ervaren, maar het was heel erg vanuit mijn mind. En achteraf zie ik, want ik ben in een burn-out terechtgekomen, ik ben helemaal vastgelopen en achteraf zie ik dat een heel belangrijk deel van mijn identiteit heb ik gezocht in datgene wat ik deed. En dat komt door mijn hooggevoeligheid, zie ik achteraf. Door mijn hooggevoeligheid stond ik niet in verbinding met mijn gevoel. Dat klinkt misschien raar, maar doordat ik in mijn jeugd niet echt ruimte heb gevoeld om te mogen zijn die ik ben. Dat is allemaal onbewuste processen, maar ben ik in mijn mind gegaan. Want door het juiste gedrag te vertonen, werd ik niet gepest. Werd ik toch in bepaalde mate gewaardeerd. Ondanks dat ik niet mee kon komen met de groep. Dat het gewoon mijn interesse niet had. Maar toch, ik paste me aan. Ik vertoonde gewenst gedrag. En ik werd toch een soort van gewaardeerd. Maar dat is niet wie ik was. Want daar durfde en kon ik ook niet goed ruimte aan geven. En bovendien was er ook in mijn jeugd nog een angst. Want ik was gelovig en ik had ook gehoord dat er een hel bestond. En ik was bang om door God afgewezen te worden. En dat laat eigenlijk zien, die diepe angst om door God afgewezen te worden. Dat er diep in mij een onbehagen zat. Diep in mij een gevoel van ik weet niet of ik wel goed genoeg ben. En dat diepe gevoel, dat zorgde er eigenlijk voor dat ik niet goed bij mezelf thuis kon komen. Want dat thuiskomen bij mezelf, daar zat twijfel van, ben ik wel goed genoeg? Mag ik wel, ben ik wel behouden? Ben ik wel een kind van God? Mag ik wel naar de hemel? En dat was een knagend gevoel, wat ik eigenlijk heb gedood. Wat ik probeerde niet te voelen. Nou, in mijn burn-out periode, en ik heb het al vaker gedeeld in video's, moest ik wel naar mezelf toe, omdat ik heel erg met mezelf werd geconfronteerd met een falen. Ik was gefaald in het leven. Dat is trouwens niet het enige moment. Ik heb jaren daarvoor heb ik ook een hele diepe crisis meegemaakt in mijn leven, omdat ik het ontzettend moeilijk vond om mensen te kwetsen. En dat is op zich ook weer gezond, maar het is ook een valkuil. Als hooggevoelige vind je het moeilijk om confrontatie aan te gaan, vind je het moeilijk om mensen te kwetsen, om mensen teleur te stellen. Maar de grote valkuil daarvan is dat jij dingen gaat doen voor mensen en daarbij eigenlijk je ziel kwijtraakt. En dat had ik gedaan. Ik had keuzes gemaakt in mijn leven waarbij ik niet naar mijn eigen innerlijke behoeftes heb geluisterd, niet naar mijn eigen ziel heb geluisterd, maar eigenlijk mezelf heb verloren om maar een ander niet te hoeven kwetsen. En als je het één keer doet, dan gaat het nog. Hè? Maar als dat een levensstijl gaat worden, dat jij vanuit een levensstijl maar steeds bezig bent om de ander te pleasen, om maar te zorgen dat de ander het oké vindt hoe jij handelt en de keuzes die je maakt, dan betekent dat je steeds meer van jezelf kwijtraakt, steeds meer jezelf verliest. En dat kan ook met hele grote stappen gaan. Als het om hele grote keuzes gaat, dan kun je daarmee een heel groot deel van jezelf verliezen door eigenlijk een keuze te maken, niet vanuit je hart, niet vanuit liefde, maar om een ander niet te kwetsen. Nou, in mijn leven heb ik een aantal keuzes gemaakt die zo verregaand zijn dat ik daarbij echt enorm verwijderd ben geraakt van mijn eigen droom, van mijn eigen ziel, van mijn eigen, van mijn eigenheid, van wie ik ben. En dat kun je een poosje volhouden, maar er komt een keer een klap. Omdat
je niet leeft vanuit echtheid en waarachtigheid. En als je alleen maar vanuit je hoofd leeft, vanuit je ratio, dan kun je nooit echte waarachtige verbinding ervaren. Want dan is het allemaal beredenering vanuit je ratio. Terwijl de verbinding die wij kunnen voelen in liefde altijd vanuit het hart gaat. En voor mij is het een hele weg geweest om vanuit mijn hoofd naar mijn hart te gaan. Daar had ik een burn-out voor nodig. Daar had ik een keiharde confrontatie genodigd met het teleurgesteld raken in mezelf. En eigenlijk ook met een schok me gaan realiseren dat ik mijn identiteit had gelegd in mijn prestaties. Dus toen dat wegviel, en velen van ons ervaren dat, hè, dat kan zijn door een scheiding, door een ontslag, hè, door een ziekte. In één keer stort je vertrouwde wereld in elkaar, hè, waar jij eigenlijk je identiteit en je voldoening en je zingeving aan had verbonden. Dat zijn dus externe factoren. En dat raak je in één keer kwijt en dan gaat alles wankelen. Dan wordt eigenlijk jouw identiteit geschud. Van wie ben ik dan nog? Wie ben ik nog als ik geen mooie auto heb? Als ik niet meer getrouwd ben? Als ik mijn baan moet verliezen? Als ik geen geld meer op mijn rekening heb? Als ik mijn gezondheid verlies? Als een relatie stuk gaat? Als mijn ouders sterven? Als mijn kinderen mij niet meer willen zien? Wie ben ik dan nog? En dan word je eigenlijk geconfronteerd met hele diepe eenzaamheid. Van iedereen laat me in de steek. En dat kan op vele vormen in jouw leven kun je dat gaan ervaren. Ook op het moment dat mensen jou afwijzen. Je hoort bij een groep en op een gegeven moment word je afgewezen. Van je hoort er niet meer bij. En dan kun je zo diep die pijn voelen. Van ik mag er niet zijn. Ik ben niet goed genoeg. Dat kan bij een afwijzing zijn bij een sollicitatiegesprek. Maar het kan op vele manieren tot je komen. En degene die dat het hardste jou kunnen laten voelen is degene die het dichtst erbij staan. Die kunnen jou het meeste pijn doen. Die kunnen jou het meeste diep afwijzen. En daar zijn we eigenlijk zo ontzettend bang voor. We zijn bang om afgewezen te worden, want we zijn bang die diepe eenzaamheid te voelen. Maar eigenlijk, waar we eigenlijk bang voor zijn, en daar wil ik met deze video naartoe, we zijn eigenlijk bang om onszelf te verliezen. Want als we worden afgewezen, dan horen we er niet meer bij, maar dan zijn we eigenlijk bang om niemand meer te zijn. We zijn eigenlijk bang omdat we onze identiteit hebben verbonden aan die groep, aan de relatie, aan de prestatie, aan het huis, aan de auto, aan. En op het moment dat dat kwijtraakt, zijn we eigenlijk ten diepste bang om niemand meer te zijn. Want we hebben liefde nodig om te voelen dat we waarde hebben. En als de liefde die misschien eens is geweest of niet is geweest, maar als je die liefde niet kunt voelen, dan ga je dat proberen te vullen met dingen, maar als dat wegvalt en je kunt die liefde niet voelen, dan kun je niet voelen dat je bent. En dit gaat heel diep wat ik zeg, maar we hebben liefde nodig om te voelen dat we waarde hebben. We hebben liefde nodig, we hebben het nodig om ons geliefd te voelen, om te voelen dat we oké zijn. Dat we mogen zijn. We hebben een gevoel van welkom nodig, we hebben een gevoel van liefde nodig. En als ze die liefde niet extern krijgen en dat extern ervaren van liefde, dat is iets moois, maar er zit ook een grote valkuil in, want dat betekent ook dat we heel makkelijk dat kunnen verliezen. Dus dan word je manipuleerbaar. Op het moment dat jij de ander nodig hebt voor jouw bevestiging om te mogen zijn, dat jij toestemming van de externe wereld nodig hebt om in jouw kracht te komen, om tot bloei te komen, dat maakt je ontzettend kwetsbaar. Dat betekent ook dat als je die toestemming niet krijgt, of er worden voorwaarden aan verbonden om te mogen zijn, dan kun je heel makkelijk buigen voor die voorwaarden en daardoor eigenlijk de verbinding met je eigenheid, je eigen ziel kwijtraken. Want je hoort er liever bij, dan dat je op jezelf wordt teruggeworpen. Dus je bent bereid, vele mensen zijn bereid om met de meerderheid mee te lopen, ook al is het niet oké. Ook al klopt het niet. Want we zijn zo bang om op onszelf geworpen te worden, om afgewezen te worden. Nou, en daar zit een hele grote valkuil, die zeker ook in deze tijd heel belangrijk is om dat aan de ogen te zien. Want als jij niet een innerlijke bron hebt gevonden, dan ga ik zo meteen met jou naartoe, hoe jij die bron van je geliefd voelen, hoe je dat niet meer extern hoeft te zoeken, maar dat je dat intern mag ervaren en beleven, want dat maakt jou een waarachtig vrij mens. Want dan kun je, als je die bron innerlijk ervaart, vanuit je hart,
dan kun je als een vrij mens gaan creëren, gaan scheppen zoals God jou heeft bedoeld. Maar op het moment dat jij nog heel sterk die behoefte hebt om externe toestemming te moeten hebben om te mogen leven, om de droom te mogen leven die jij wil leven. Dat kan zijn toestemming van je ouders. Sommige mensen zitten nog steeds op bevestiging van hun ouders te wachten, hoewel ze al lang volwassen zijn. Maar anderen zoeken weer toestemming van hun omgeving, van de kerk of van de werkgever of van je vrienden of van je partner of van je kinderen. Oftewel externe toestemming om te mogen zijn wie je bent. En als je die niet krijgt, ja, dan word je boos of dan word je verdrietig of gefrustreerd. Of dan ga je op een andere manier zoeken of dan ga je je gedrag aanpassen om toch maar die goedkeuring te krijgen. Terwijl het eigenlijk niet is wie je echt bent, maar toe maar, je gaat toch maar mee. En dat is zo gevaarlijk. Zo gevaarlijk. Maar we hebben die neiging om bij een groep te willen horen. En die neiging laat ons ook heel makkelijk verkeerde keuzes maken. Die neiging om bij die groep te willen horen, ja, zorgt ervoor dat we eigenlijk onszelf verliezen. Dat we een eenheidsworst worden. Dat we maar doen zoals iedereen doet, want dan vallen we niet op. Maar eigenlijk raken we steeds meer van onszelf kwijt. En op het moment dat die groep heel puur bezig is, dan valt de schade nog mee. Maar als die groep niet ook goed bezig is, als die groep weer aangestuurd wordt door narcisten, door mensen die heel erg in hun ego zitten, dan raak je gevangen in die energie die berust is op macht en wellust. Die berust is op uiterlijke dingen en dan word je afgetrokken van jouw kern, van wie God is. De weg naar vrijheid is de weg naar binnen. De weg naar vrijheid is de weg naar de bron. En met de bron, daar bedoel ik God mee. En God is misschien heeft een lading. Dat woord God heeft een lading. Maar voor mij niet. Voor mij heeft het woord God een prachtige lading van liefde, van puurheid. Maar toch wil ik even beschrijven wat ik met God bedoel. God is voor mij de schepper van hemel en aarde. God is voor mij, die staat boven alles. Die kunnen onmogelijk begrijpen met ons hoofd. En dat moeten we ook niet willen, want dan kom je in een kramp. En als God wel in je hoofd zou passen, dan zou jij God zijn en God niet langer meer God. Dus God past niet in ons hoofd. En dat aanvaarden, dat geeft al rust. Van oké, ik kan die God niet begrijpen, maar ik mag erop vertrouwen dat de schepper van hemel en aarde, dat hij of zij, het is een bron, het is onzijdig, dat God liefde is. Dat is ook een basis. Hij is alomtegenwoordig, hij is puur, hij is liefde. En hij heeft het beste voor. Want als jij vanuit liefde iets gaat scheppen, iets gaat creëren, en je bent almachtig, dan wil je dat wat jij creëert, dat ook tot zijn ultieme goddelijke bestemming komt. En jij en ik zijn geschapen vanuit die liefde van God. Dus God is mijn bron. En is mijn bron van pure liefde, pure creatiekracht, pure wijsheid, pure almacht, puur. Ja, die bron bevat alles wat ik nodig heb om in mijn volle goddelijke potentie te leven. Dus ik heb helemaal geen andere bron nodig buiten God. Ik mag in verbinding leven, want ik ben geen individu. Ik ben onderdeel van een groter geheel. Maar ook als God via mensen iets naar me toe laat komen, of via planten of via dieren, komt het nog steeds vanuit die bron. Dus ik stel me nooit afhankelijk van mensen. Ik open mijn hart voor mensen, omdat ik weet dat God ook via mensen tot mij spreekt. En ik heb mensen nodig. Maar ik vertrouw niet op die mensen. Ik vertrouw erop dat God door mensen heen werkt. En dat maakt mij geestelijk autonoom. Dat maakt mij geestelijk dat ik niet meer in afhankelijkheid van omstandigheden leef. Want God is mijn bron en God is altijd. Ik kan mijn baan verliezen, ik kan mijn gezondheid verliezen, relaties kunnen stuk gaan. Maar God is altijd. Is altijd trouw, liefdevol en in mijn hart aanwezig. En hoe heb ik die bron in mij ontdekt? Hoe heb ik... ben ik vanuit mijn hoofd, want als je in je hoofd zit, kun je die bron niet ervaren, want dan ga je proberen in die controle te komen.
En we hebben al gezien, we kunnen God niet in dat kastje hier in onze hersenpan krijgen. Dat is onmogelijk. Dus hier met je hoofd kun je nooit een vertrouwensrelatie met God ontwikkelen. Want vertrouwen betekent eigenlijk je overgeven aan goddelijke leiding, terwijl je het niet snapt en niet begrijpt. Wij weten niet wat onze toekomst is, we weten niet wanneer we sterven. We weten ongelooflijk veel meer niet dan dat we wel weten. En als jij daar niet mee kunt omgaan, dus als er geen vertrouwen is, dan leef je continu in angst en stress. Want stel dat je je baan verliest, stel dat de gezondheid verliest, stel dat, want daar zit je zekerheid in die externe factoren. En als dat jouw zekerheid is, leef je continu in angst. Angst dat dat gaat verliezen. Maar op het moment dat jij je hebt leren verbinden met de bron waaruit alles is ontstaan en waaruit, en je weet dat die bron ook voor eeuwig is, het is een eeuwige bron, en dat jij ook eeuwig bent, vanuit God ontstaan, dan hoef je nergens meer bang voor te zijn. Omdat je een innerlijke interne bron hebt, die jou ondersteunt en helpt in alles wat nodig is om tot volle bloei te komen. Dan ben je een waarachtig, vrij en autonoom mens, geschapen naar Gods beeld en Gods gelijkenis. En dan kun je van binnenuit gaan creëren vanuit je hart zoals God het heeft bedoeld. En zo heeft God ook bedoeld dat alle mensen op aarde, want ze allemaal zijn kinderen, vanuit die innerlijke bron leven en dan krijgen we een prachtige, mooie wereld waarin liefde, harmonie, vrede, geluk en alles voldoende aanwezig is. Want bij God is geen gebrek. Nou, hoe kun jij die verbinding met God gaan ervaren? Dat kun je niet ervaren in je hoofd. Dus dat is belangrijk dat je vanuit je hoofd naar je hart gaat. En vanuit je hart leert je over te geven in vertrouwen. Aan de bron, aan God die liefde is. Nou, hoe doe je dat? Want diep van binnen, als je heel eerlijk bent, weet je ook dat er in jou dingen zijn die niet oké zijn. Dat er in jou dingen zijn die eigenlijk dat goddelijk licht helemaal niet kunnen verdragen. Dat je weet, ja, maar als ik in het volle licht van God kom, dan worden er dingen in mijn leven zichtbaar die gewoon helemaal niet oké zijn, die niet zuiver zijn, die niet puur zijn, die niet integer zijn. Geen enkel mens is heilig en puur en zuiver. Daarom vinden we het vaak moeilijk om die verbinding met God te ervaren, omdat we heel goed weten dat we tekortschieten als mens. En heel veel mensen, en ik heb daar ook enorm veel last van gehad, die beschuldigen zichzelf. Die drukken zichzelf naar beneden. Die hebben een lage eigenwaarde door allerlei omstandigheden die zijn gebeurd. En sommige mensen zitten ook in een zelfbeschuldiging, in een zelfhaat, in een zelfverwijt. Die hebben eigenlijk besloten, vaak zijn het onbewuste processen, ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet oké. Ik voldoe niet. En op het moment dat jij dat besluit neemt, dan ga je eigenlijk op de troon van God zitten en dan ga je jezelf veroordelen. En dan kun je die verbinding met God niet voelen. Nou, hier komt Jezus. Jezus die ziet het. Jezus is de Zoon van God. Jezus is, ja, dat is een mysterie. Dat kunnen we ook niet uitleggen. Dat kunnen we ook niet precies begrijpen. Maar God heeft zichzelf ontledigd en is eigenlijk in onze leefwereld gekomen om ons weer terug te brengen naar die goddelijke bron die we zijn kwijtgeraakt. Dus in Jezus heeft God zich volledig gemanifesteerd. En als we naar het leven van Jezus kijken, en we kunnen naar zijn leven kijken door de Bijbel te bestuderen, maar we kunnen ook zijn aanwezigheid ervaren door met hem te praten, door contact en verbinding te zoeken met Jezus. Maar mijn advies is, ga eerst de evangelie lezen, de verhalen over Jezus, ga hem leren kennen en ga zien hoe liefdevol Jezus is. Jezus heeft de liefde van God hier op aarde getoond, zichtbaar gemaakt. Jezus zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En met de Vader bedoelde hij die God van pure liefde, de schepper van hemel en aarde. Jezus heeft ons de Vader God kenbaar gemaakt. En heeft God weer dichtbij gebracht. En Jezus heeft laten zien dat je God, de schepper van hemel en aarde, ook papa mag noemen, ook vader mag noemen. Want hij heeft jou verwekt. En hoe zit het dan met onze zonde? Hoe zit het dan met ons tekort? Met onze gevoel van niet voldoen aan datgene waarvoor we bedoeld zijn? Nou, Jezus zegt, ik ben gekomen
om dat tekort, die schuld, die schaamte, die zonde, om dat van je over te nemen. Om jou totaal schoon te wassen. En onvoorwaardelijk. Je hoeft niet iets voor te doen, je hoeft alleen maar te aanvaarden, hè, dat Jezus voor jou gekomen is en het pad heeft bewandeld wat jij en ik niet hebben kunnen bewandelen. En daarom is Jezus gekomen naar de aarde, is in de huid van een mens gekropen, heeft het pad van een mens bewandeld, van vlees en bloed, heeft alle verleidingen ervaren in zijn lijf, in zijn lichaam, in zijn ziel, heeft de duisternis ervaren, heeft het verraad ervaren, heeft alles ervaren, ook het lijden heeft hij ervaren in zijn lijf, heeft alles ervaren, al het menselijke, maar is daarin volmaakt puur gebleven. Hij heeft het pad bewandeld van pure liefde tot en met het kruis, tot en met de opstanding uit de dood. En daarin heeft Jezus eigenlijk als geen ander de liefde van God geopenbaard aan de mensheid. En via Jezus kunnen wij ook de liefde van God weer ervaren. Door zelfveroordeling los te laten. Ik ga niet langer meer mezelf veroordelen. Ik weet dat ik tekortschiet als mens. Maar ik kies ervoor om die vergeving en de schoonwassing en de verlossing van Jezus te aanvaarden. Door het geschenk van vergeving en genade te ontvangen. Dat is een keuze. De keuze om je oordeel en je schuld en je schaamte los te laten. Zeg van Heer, ik wil u zo danken dat u mij heeft vergeven. Ik besef dat ik als mens tekort schiet. Dat ik als vader tekort schiet. Als echtgenoot tekort schiet. Als werkgever, als werknemer, als buurman, als kind. Ik schiet zo tekort als mens in het leven. Maar ik wil u danken dat u van me houdt. Ik wil u danken dat u onvoorwaardelijk van me houdt. Dat u mij schoon was. Dat u mij schoon was van alles wat niet van mij is. Dat ik weer terug kan keren tot het licht via Jezus. En via Jezus mag je weer tot die goddelijke bron terugkeren. En het gaat nog verder. Het wordt nog steeds mooier. Want Jezus zegt, ik heb deze weg gegaan. En ik ga voor jou aan het kruis sterven. Hè, en de meest pijnlijke dood ervaren. En daardoor heen gaan. Om de weg te banen voor de Heilige Geest. En door het pad, het spirituele pad wat Jezus heeft bewandeld hier op aarde. En het is niet zomaar een aards pad, het is een multidimensionaal geestelijk pad geweest. Waarmee God eigenlijk via Jezus in alle geestelijke dimensies de weg heeft gebaand. Zodat wij weer in verbinding kunnen komen met onze innerlijke goddelijke bron. Jezus heeft de weg vrijgemaakt voor de Heilige Geest. De Heilige Geest is de geest van God waarmee wij ons innerlijk kunnen verbinden. Dus de Heilige Geest die is via Jezus wordt die uitgestort in ons hart. En maakt woning in ons. Maar het is een mysterie. Want daardoor kunnen wij ook weer inwoning maken in de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest woont in ons. En wij wonen in de Heilige Geest. Er staat in de Bijbel dat we via Jezus zijn verborgen in Christus in God. Door de Heilige Geest. Dus er zit eigenlijk een samensmelting, vindt er plaats in de geestelijke wereld. Dus niet in het zielse en het lichamelijke, maar in, want we zijn geest. Dus in die geestelijke wereld vindt er nu weer via Jezus een samensmelting plaats. We worden één met God. En Jezus zegt, ik heb jou uitgetrokken uit het Rijk van de Duisternis en overgeplaatst in het Koninkrijk van mijn licht, van mijn liefde. Dus wij zijn in de geestelijke wereld, zijn we nu al één met God. Dus we zijn niet meer eenzaam. We zijn opgenomen in het huisgezin van God voor eeuwig. Want dat gaat voorbij de aardse dood. Want onze geest kan niet sterven. Het sterven is eigenlijk het overgaan van de ene dimensie naar die andere dimensie. Naar die goddelijke dimensie waarbij geen dood en lijden en strijd meer is. En dat vindt niet plaats straks als je sterft. Dat vindt plaats op het moment dat je innerlijk die verbinding met God hebt gemaakt. Door Jezus uit te nodigen in jouw leven. Door de vergeving en de genade te aanvaarden. Dan word je, de Bijbel heeft het erover. Dan word je opnieuw geboren. Je wordt geestelijk opnieuw geboren. Dat heet wedergeboorte. En dan word je een kind van God voor eeuwig. Nu al. En nu al stap je dan eigenlijk in het Koninkrijk van God. En dat betekent dat op het moment dat jij je verbindt met de bron. Via Jezus vanuit pure genade. Kun je niet verdienen. Er is ook geen religie, daar hoef je niet voor naar Mekka of naar allerlei rituelen doen. Je hoeft daar niet allerlei godsdienstige oefeningen voor te doen of meditatietechnieken toe te passen. Je hoeft daar geen drugs voor te gebruiken. Je hoeft helemaal niks te doen dan alleen maar overgave.
overgave is de sleutel tot wedergeboorte. En meer kun je er niet aan doen dan het aanvaarden dat Jezus jou zijn liefde en vergeving aanbiedt. En op dat moment ontvang je reiniging en zuivering en kun je de Heilige Geest ontvangen. En van daaruit ontstaat er een nieuw goddelijk leven. En vanuit dat nieuwe goddelijk leven ben je ook nooit meer eenzaam. Want die eenzaamheid is gebaseerd op afgescheidenheid. En op het moment dat jij die eenwording diep van binnen voelt en dat een grotere werkelijkheid in jouw leven gaat worden, kun jij geen eenzaamheid meer voelen. Want op het moment dat dingen wegvallen in jouw leven, dan mag je naar God keren en dan voel je zo die welkom. Het welkom thuis. Maar welkom thuis met allemaal hoofdletters. Een thuis waar je nooit meer uitgaat. Het is het verhaal van die verloren zoon wat Jezus vertelt. Dat die vader die ziet zijn zoon aankomen. Die een uur in de wind stinkt. Die zich niet meer waardig voelt. En de vader holt naar zijn zoon, omhelst hem en kust hem. En zegt: welkom thuis, mijn geliefde zoon. En die zoon kon niks meer goed maken van wat hij allemaal fout had gedaan. Dat hoeft ook helemaal niet. Want de vader zat niet te wachten op terugbetaling van de erfenis. Van wat hij allemaal fout had gemaakt. De vader verlangde naar zijn zoon om zijn zoon te omarmen. En zo verlangt Jezus naar jou. Zo verlangt de hemelse vader naar jou, zo verlangt de bron naar jou, dat je weer terug in die goddelijke verbinding komt. En dat is waarachtig thuiskomen bij de hemelse vader. En op het moment dat jij waarachtig thuiskomt bij die hemelse vader, ga je ook weer waarachtig leven. Want dan ga je voelen dat jij geliefd bent, dan ga je voelen dat jij waardevol bent, dat je kostbaar bent. En dat is niet meer afhankelijk van je bediening, van je mooie auto, van je status, van je gezin, van externe factoren, waar je ervan mag genieten. We leven in deze wereld, we mogen ervan genieten, we mogen prachtige dingen creëren, maar dat is niet meer de bron van onze identiteit. Dus ook afwijzing van mensen, dat doet nog steeds pijn, maar dat gaat niet meer zo diep. Omdat we ons diep van binnen geliefd weten door God. Nou, dat verhaal wat ik jou nu vertel, dat wist ik wel met mijn hoofd. En als voorganger heb ik dat ook gepredikt, maar ik besefte pas in mijn burn-out dat het voor 90% in mijn hoofd zat en 10% in mijn hart. Want toen het puntje bepaaldje kwam, bleek het helemaal maar een hele kleine, ik zeg niet helemaal niks, want ik had gelukkig wel een beetje basis. Maar het had een hele kleine basis, zodat ik helemaal teruggeworpen werd in een identiteitsconflict dat ik niet meer wist wie ik was. En in die burn-out heb ik mezelf mogen ontdekken. Heb ik mogen ontdekken dat mijn waarde niet zit in wat ik doe, in mijn bediening, in mijn status, in mijn huwelijk, in mijn auto, in mijn hoeveel ik verdien, in de eer van mensen, dat mensen mij zien staan, maar dat mijn werkelijke waarde zit in het feit dat God mij geschapen heeft en van mij houdt. En dat zat helemaal los van mijn prestatie, dat zat los van wat ik bereik, maar gewoon om wie ik ben. En dat is een pad van het hoofd naar het hart. En ieder mens heeft die onvoorwaardelijke liefde van God nodig. Dat leren voelen, want dat maakt dat jij thuiskomt bij God, thuis komt bij jezelf. En als jij je innerlijke waarde gaat voelen, die onafhankelijk is van je daden en prestaties, dan kom je tot rust. En dan kun jij alleen zijn. Want alleen zijn betekent dat je je ogen kunt sluiten en die diepe verbinding met de bron kunt voelen. En dat hebben we zelfs ook nodig. Eigenlijk hebben we dagelijks ook die momenten nodig dat je eventjes je afsluit van al die prikkels, van al die verleidingen, van al die afleidingen. En dat je teruggaat naar de bron. Weer gaat afstemmen van, oh ja, hierom ben ik. Ik ben er omdat God me heeft gewild. Daar zit mijn waarde in. En vanuit daaruit wil ik gaan creëren en leven. En dat is een proces. Het begint met een bewustwording, met een keuze. En dan is het leren om dagelijks terug te gaan naar de bron. En het kan op vele manieren. Het kan door gebed, door meditatie, door een stukje uit de Bijbel te lezen. Door heerlijk aanbiddingslied op te zetten en daarin mee te zingen. Het gaat om dat je innerlijk je weer gaat afstemmen op de bron en gaat voelen dat je bemind bent door God. Dat je innerlijk aan die liefdesrelatie met de bron, de Vader, Zoon, de Heilige Geest, dat dat de prioriteit is in jouw leven. Want dat is ook wat Jezus ons leert. Heb God lief boven alles, want niks kan dat vervangen, niks kan die bron vervangen. En die bron hoort zelfs nog boven je geliefde te staan, boven je kinderen, boven je vrienden, boven alles. Als God niet langer meer de eerste plaats heeft, maar de eerste plaats is je baan of je huwelijk of wie dan ook, dan ga je scheef. Dan ga je weer je ziel verliezen. Maar als God de eerste plaats inneemt en je gaat iedere keer terug naar de bron,
De bron waaruit al het leven stroomt. De bron van liefde, de bron van wijsheid, de bron van kracht. Nou kun je niet meer eenzaam worden. Want dat is de diepste vervulling, ja, die, waar ieder mens ten diepste naar verlangt. En dat is ook onvervangbaar door wat dan ook op aarde. Als jij gaat vluchten in allerlei aardse afleidingen, dat kan nooit jouw leegte vullen. Dan alleen even tijdelijk afleiding geven om vervolgens erachter te komen dat dat het ook niet is. En dan moet je weer wat duurders, weer wat meer. Dus uiterlijke externe doelen kunnen alleen maar heel tijdelijk een vervulling geven om er vervolgens achter te komen dat je leegte alleen maar is toegenomen, want nu weet je dat dat ook niet de vervulling geeft. Dat is een illusie. Dat is dat stemmetje van binnen die zegt, ja, maar als je dat bereikt, dan zul je gelukkig zijn. En heb je dat bereikt, en dan is het ook niet, maar dan komt er gelijk weer een stemmetje, ja, maar nog één klein stukje verder, als je dan dat, als je in de sportwereld zit, je hebt eerst de derde prijs, ja, wauw, ik heb de derde prijs, en dan, ja, maar ik ga voor de eerste, de tweede plaats, en dan heb je de tweede plaats gewonnen, van yes, en op een gegeven moment heb je de eerste plaats, yes, en dan op een gegeven moment gaat het ook weer vervagen, en dan, van, ja, dan moet je weer nieuwe uitdagingen zoeken. Omdat het geen echte blijvende vervulling geeft. En zo is het in alles in het leven. Niks geeft echte blijvende vervulling, behalve jouw innerlijke verbinding met God. Want dat kan, ja, dat is ongelooflijk rijk. Dat kan zich in alle eeuwigheid, kan zich dat blijven verdiepen. En kun je steeds dieper ingaan in zijn liefde. Want God die verlangt zijn heerlijkheid met jou te delen. En dat is de reden waarom ons bestaan. En dat is ook het enige waar we diepe vervulling in kunnen vinden. Maar dat kan niet vanuit je ratio. Want je kunt de Bijbel bestuderen, je kunt alle religies en godsdiensten bestuderen. Je kunt jezelf afpeinigen door alle wijsheden, de God te willen begrijpen, te kunnen doorgronden. Pas in je hoofd tevreden te zijn als je dingen begrijpt, als je het mysterie van God begrijpt, als je begrijpt hoe God de aarde heeft gemaakt, als je begrijpt wie God heeft gemaakt. Als je begrijpt. Maar daar kom je nooit uit. Laat dat los. Ga als een kind. Want we verlangen niet naar om alles te begrijpen. Onze diepste zijn verlangt naar om geliefd te worden. En in het aardse zie je dat ook. Je kunt nog zo beredeneren, maar op het moment dat je verliefd bent, ja, dan gelden al die redenaties niet meer. Zeggen, liefde maakt blind. En dat geldt in het negatieve, maar ook in het positieve. En op het moment dat je echt de liefde van God voelt en ervaart, dan is het helemaal niet meer nodig om hem helemaal te begrijpen. Dan mag je nog wel, ja, vanuit interesse, gewoon gaan onderzoeken vanuit verwondering. Maar dan is de basis, Heer, ik hou van u en ik vertrouw u, want ik ken u. En van daaruit mag ik door u onderwezen worden door steeds meer, ja, te begrijpen. Want dat mag, je mag over dingen nadenken. Maar niet van, ik kan het pas ontvangen als ik het snap, want dan zul je het nooit bereiken. Ik wil je uitnodigen om je hart te openen en het willen begrijpen loslaten, want het is een mysterie. Je kunt nooit God begrijpen en als je dat wil, dan raak je verstrikt in dogma's, in religie, in filosofie, in wijsheden. En daar spreekt de Bijbel ook over. Hè? De Grieken die verlangen naar wijsheid en de Joden naar tekenen. Hè? Maar Paulus zegt van, ik ben gekomen om de dwaasheid van het kruis te prediken. De dwaasheid van de liefde van Jezus, van de eenvoud. Gewoon maar, stel je hart open. En daarin zit de goddelijke ontmoeting. Door gewoon, heel eenvoudig, die liefde en genade van Jezus te aanvaarden. En ik nodig je uit om als een kind je hart te openen. Want jouw diepste verlangen zit in jouw kind zijn. Ik wil gewoon geliefd zijn. Eigenlijk heb ik niks meer nodig. Dan alleen maar me voelen dat ik waardevol ben. Dat ik geliefd ben. Dat ik kostbaar ben. En dat is wat God jou wil laten voelen via Jezus. Ik nodig je uit je hart te openen. En je ratio los te laten. En naar die eenvoud van het hart te gaan. Naar die eenwording met God. Ik nodig je uit om je hart te openen. Heer Jezus, ik wil u danken voor uw liefde. Heer, dat u ons roept in een diepe intimiteit met de Vader, met de Zoon, met de Heilige Geest. Heer, u heeft ons geschapen om uw geliefde te zijn. Heer, en daarom bent u naar de aarde gekomen om, ja, voor uw bruid, voor uw geliefde. Heer, u heeft uw leven overgehaald om ons te kunnen omarmen in uw liefde. Heer, niet om allerlei theologische antwoorden te geven. Heer, maar gewoon om ons te kunnen omarmen in uw liefde. En u roept ons in uw liefdesverbinding. In uw liefdesverbond. En ik wil u bidden, Jezus, Heer, dat mensen die naar deze video luisteren, uw roepstem van liefde gaan verstaan in hun hart. Heer, dat ze niet langer meer in hun ratio proberen alles op te lossen. Want het is niet op te lossen. Maar ik bid, Heer, dat die roepstem mag zakken naar het hart. Kom maar, geliefd kind. Kom in mijn armen. En laat al jouw twijfel en je angsten los. En kom in mijn liefde. Ga ervaren dat ik
wat ik liefde ben, dat het mijn wezen is, dat mijn essentie is en dat jij welkom bent in mijn liefde. En dat ik jou lang vergeven heb en dat ik jou mijn schoonwassing, mijn bevrijding aanbied en dat je dat allemaal mag ontvangen in mijn liefde. Kom bij mij zoals je bent. Je hoeft niet eerst te veranderen, je hoeft niet eerst je best te doen. Erken gewoon je fouten, je tekorten en kom in mijn liefde, zegt Jezus. Kom in mijn liefde en aanvaard mijn vergeving, mijn genade, mijn omarming. En ik nodig je uit je hart te openen voor mijn liefde. En ik zegen jou, geliefde zoon, geliefde dochter van God, met de liefde van God, dat je echt diep van binnen thuis mag komen. Met allemaal hoofdletters. Thuis bij de hemelse Vader. Thuis bij Jezus Christus. Thuis bij de Heilige Geest. Thuis bij de engelen. Thuis bij de heiligen. Je hebt zulke rijkdom in de geestelijke wereld. Je bent welkom, je bent thuis, je bent geliefd. En zo zegen ik je in Jezus' naam. Amen. Amen. Welkom, welkom bij God. En maak een keuze om dit een plek in jouw leven te geven en om van daaruit te gaan leven. Wil je meer weten? Je zegt, ja, dat is waar ik mee bezig wil zijn. Ik nodig je uit. Abonneer je op mijn nieuwsbrief. Abonneer je op het YouTube-kanaal. En ja, als je nog meer wil, je kunt je ook lid worden van mijn ledensite. En daar heb ik ook een jaartraining. Daar ga ik 2 keer per maand heb ik een interactieve videomeeting. Waarin we elkaar ook zien, elkaar bemoedigen, met elkaar avondmaal gaan vieren. En je kunt er ook andere mensen gelijkgestemden ontmoeten. Ik zal al die linken even onder mijn video plaatsen. Dan kun je gewoon even kijken of er iets voor je bij is. En als je zegt, maar ik heb gewoon, dit raakt mijn hart. Maar dit is zo, staat zo ver van me af. Maar hier verlang ik zo intens naar. Maar ik heb gewoon een stukje hulp nodig. En dan nodig ik je ook uit. Wees vrijmoedig. Neem contact met me op. Ik ben geestelijke coach. Ik begeleid mensen in hele diepe innerlijke helingsprocessen. En het kan 1-op-1 via een prachtige helende reis met Jezus, wat al vele mensen heeft geholpen. Is dat voor jou niet haalbaar? Is het misschien toch te prijzig? Want ik moet er helaas toch ook een vergoeding voor vragen, want dat is ook mijn inkomen. Kun je ook kijken of de online versie iets voor je is. Dat is natuurlijk goedkoper, maar ook daarin hebben heel veel mensen een diep stuk heling ontvangen. Dus zowel die helende reis met Jezus kunnen we 1-op-1 doen, maar ik heb ook een online versie. Ik zal alle informatie onder deze video zetten. Kijk er even naar of daar dingen bij zitten waar jij iets aan hebt, waar jij verder kunt groeien. En mocht je mij willen ondersteunen om deze wekelijkse boodschap te blijven uitdragen, dan mag je ook een donatie overmaken, want voor een belangrijk deel ben ik ook afhankelijk van donaties om de liefde van God te kunnen blijven uitdragen op deze manier. God zegen en tot volgende week bij mijn nieuwe videoboodschap. Dag!